Hartelijk welkom op deze feestelijke middag voor de uitreiking van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2014. Meneer Rietstra, mag ik u vragen voor de uitreiking van de zesde award van vandaag? Nou, dus in de categorie 6 is duurzaamste ketenintegratie is groot onderhoud 2.1. Het gaat om het grote onderhoud van 407 woningen in het Willemskwartier in Nijmegen. Dat is een echte volkswijk. En wat we bedacht hebben is om niet een heel bestek te gaan maken en niet zelf een plan te bedenken, maar eisen op tafel te leggen richting ketenpartners. En die eisen die bestaan uit het moeten woningen label B zijn, de bewoners moeten er tijdens de verbouwing in blijven. En je moet veel oog hebben voor de kwaliteit van die woningen. Nou, dat hebben we aan die partijen gevraagd. Lever ons daar een goed plan voor. Dit is de bestaande situatie. En aan die kant ziet u de situatie zoals we hem onder handen nemen. En wel om 2,5 jaar met onze partners aan het werk zijn. We proberen samen met onze ketenpartners de beste oplossingen te kiezen. Dat hebben we ook in ons plan van aanpak gedaan. We hebben bijvoorbeeld ervoor gekozen bewust om de originele kozijnen te handhaven. Grenen wat er al sinds 1922 in zit en wat volgens ons nog prima 30 jaar meekomt. Normale wijze is het alleen uitvoering en de goedkoopste prijs geven. Doordat hier van tevoren mee te werken kun je het beste product voor de beste prijs geven. Doordat je ketenpartner bent kun je aan de voorkant van het traject inspringen en het beste product kiezen voor de label. Dus we hebben hier gekozen voor een extra beter isolerend isolatieproduct voor de spouwmuren. Waar een low-labdaparel, daar zit grafiet bij doorgemengd, dat houdt beter de warmte vast. En daardoor heb je een hoger energielabel. Nou, dit is nou het eindresultaat waar we met z'n allen voor doen. Daar zijn we best trots op. Nou, dit wordt volgens mij de breedste grijns van vanmiddag. Ja, zoals gezegd, we hebben de hele middag stiekem al een beetje zitten grinniken over iedere keer en ieder moment dat er samen en samenwerking genoemd werd. En wij zoiets hadden van, ja, als er vanmiddag toch iets is wat bij ons past, dan is het hier mogen zijn, allereerst al. Samen met vooral heel veel collega's die diezelfde filosofie hebben en diezelfde energie willen steken in iets wat we met elkaar beter maken, naar een hoger niveau te tillen. Je was best verrast, hè? Ja, nou ja, goed, heel blij natuurlijk, maar stiekem wel verrast. Want je probeert je natuurlijk wel voor te bereiden op het feit dat het ook bij een nominatie kan blijven. Is dat belangrijk om zo'n prijs te winnen? Ja, het is voor ons gewoon de bevestiging van het feit dat we met z'n allen de afgelopen 2,5 jaar gewoon met iets goeds bezig geweest zijn. En ook weer een hele hoop energie om daarmee door te blijven gaan. Hier staat een heel gelukkig mens. Hier staat een trots mens, hier staat een blij mens. En hier staat iemand die onderdeel is van een groep partners die gewoon heel duurzaam en heel samenwerkend bezig is.